Je ziet wel eens op commercials lekker eten, maar dat eten is dan niet daadwerkelijk eten. En dit is hoe het gemaakt wordt. Ze stoppen dus karton tussen die pannenkoekjes en dan gooien ze motorolie eroverheen. Het is niet eens echte siroop. Ja, vandaag gaan we dus kijken naar hoe het eten in commercials gemaakt wordt. Je weet wel, die lekkere hamburger die je dan in de McDonald's commercial ziet. Hoe wordt dat nou gemaakt? Nou, dat is op deze manier. Ze stoppen gewoon eerst brood en kaas, zoals een normale cheeseburger. En dan nog een keer kaas. Kijk, die smelt ze op deze manier. En met tandenstokers prikken ze alle ingrediënten op de juiste manier. Oh, wat? En een make-up sponge gebruiken ze blijkbaar ook. Oké, ze doen dan olie zo erop. En dan zo de saus erop. Dit is hoe het er echt uitziet. En dit in de commercial. Maar ja, als je die van de commercial eet, dan heb je wel een paar tandenstokers in je mond. Oké, we beginnen hier met jelly. En hij stopt er lijm overheen. En dan nu de crustly erin. Oh, wat? Dit is hoe ze ervoor zorgen dat die crustly niet, zeg maar, erin zakt. Zoals dit. Ja, dit is echt. En dit is in de commercial. Maar dat wordt dus gewoon omhoog gehouden door die jelly. Door gewoon letterlijk die pudding. Dat is echt bizar. Echt, ik zweer het je. Ik had het niet verwacht. We hebben zeep. En deze zeep, die stoppen we in het glas. En die zorgt ervoor dat het biertje betere schuim krijgt. Dus zeg maar in commercials is het schuim van bier eigenlijk gewoon zeep. Kijk, dit is hoe het echt eruit zou zien zonder het zeep. Dat is bizar. Dat is toch bizar? Dat is echt... Wat? Dit is gewoon eigenlijk hoe we allemaal voor de gek worden gehouden. Oh, met zeep in bier. Dat is het schuim? Dat had ik echt niet verwacht. Oké, wat gaat hier gebeuren? Corn syrup, shortening, food coloring. Oké, allemaal dingen bij elkaar. En hij maakt een soort roze-achtig iets. Het lijkt wel op suikerspin. Nooit. Dit is ijs. Dit is ijs! Huh? Dit is nep-ijs! Wat? Dit ziet er zo lekker uit. Ja, in het echt smelt ijs natuurlijk. Dus ja, ik snap het eigenlijk ook wel. Stel je voor, je wilt een ijscommercial maken. Dan heb je allemaal grote lampen en het is super warm daar binnen in zo'n commercial kamer. Dus dat ijs gaat dan super snel smelten. Dus dit is gewoon hoe ze eigenlijk een nep ijs maken, zodat het niet smelt en dat ze gewoon die commercial kunnen schieten. Bizar, echt bizar dit. Dit is hoe kip in een commercial wordt gemaakt. Eerst doen ze met lijm al de huid perfect maken. Ook dat de poten nog gewoon mooi zo zitten. Hopsakee. En dan nu komt de kleur, denk ik. Bruine saus, bitter, yellow food coloring. Een beetje zeep erbij. Natuurlijk weer zeep. En dan smeren ze zo die kip in, zodat het gebakken lijkt. Het is gewoon rauwe kip. Maar op deze manier lijkt het gebakken. En ja, daar bespaar je gewoon 6 uur mee. Want anders moest je de kip 6 uur bakken. En nu ziet hij er ook nog veel lekkerder uit. Terwijl, het is gewoon rauwe kip. Ik zweer het je, ik moet nooit in zo'n commercial kamer komen. Ik eet gewoon een rauwe kip, omdat ik denk dat het niet rauw is. We hebben hier scheerschuim. Oh nee, wat gaan we nou weer doen met scheerschuim? Oh jeetje, hij pakt de scheerschuim op deze manier. En dan leg je het op het taartje. En dan lijkt het net slagroom. Slagroom die dus niet smelt. Want ja, dit is normale slagroom. Commercial slagroom. Commercial slagroom is dus eigenlijk gewoon een letterlijk scheerschuim. What the fuck? Hey, als jij je eten net als een commercial wilt, doe je scheerschuim op je eten. Dan heb je... Dat moet je niet doen. Daar word je namelijk ziek van. Maar dit is toch bizar? In commercials doen ze dus gewoon scheerschuim gebruiken als slagroom. Gewoon omdat de scheerschuim, ja, niet smelt. En slagroom wel. Want ja, die kamer is natuurlijk super warm. En dan smelt slagroom echt binnen no time. En dan kan je niet een lekkere advertentie maken. Dit is een commercial voor soep. En eerst stoppen ze dus een bekertje erin. Op deze manier. Zodat die ingrediënten mooi in de soep blijven liggen. Ja, je wil natuurlijk wel mooie ingrediënten. Dit is namelijk in het echt en dit in de commercial. Dus ja, door dat bakje blijven die ingrediënten dus mooi liggen in de soep. En zakt het dus niet naar beneden. Super slim. Wat hebben we hier? Mozzarella. De mozzarella mixen ze met... met lijm. Oké. Even kijken. Dan hebben we hier een pizza. Oh, dat ziet eruit als een lekkere pizza. En dan smeren ze die lijm / mozzarella zo aan de zijkanten. Oh, ik weet al precies wat dit gaat worden. Ja. Oh, het ziet er zo lekker uit. Maar het is letterlijk lijm. Het ziet er zo lekker uit. Maar het is gewoon lijm. Het is niet echte kaas. Of ja, het is wel kaas, maar gemixt met lijm. Waardoor het er lekker uitziet. Deze commercials. Ik word er helemaal gek van. Hoe doen ze dit? Dit is echt zo ziek. Plastic ijsklontjes. Oh, wat? Oh, natuurlijk. Dit vind ik vrij logisch. Ze gebruiken dus in plaats van
echte ijsklontjes gebruiken ze plastic ijsklontjes, want plastic ijsklontjes smelten niet. En ja, dan heb je dus een supermooi drankje, terwijl dat met echte ijsklontjes, ja, die smelten. Dus dat ziet er gewoon niet uit. Dus zeg maar, het echte eten ziet er gewoon niet uit. Is gewoon niet lekker. Ziet er gewoon niet lekker uit. We willen eigenlijk gewoon plastic lime en allemaal dat soort dingen. Dat ziet er blijkbaar wel lekker uit. Maar dat smaakt niet lekker. En waarschijnlijk word je er heel ziek van, dus doe dat niet. We hebben hier karton. En deze persoon knipt dit mooi uit. Dit kartonnen stukje. En oh, wat gaan we doen? Gaan we een cake ervan maken? Volgens mij gaan we er een cake van maken. Shaving foam, oftewel weer scheerschuim. En de scheerschuim die, ja, die creëert een soort van slagroomlaagje. Wat? Dat is zo ziek. Huh? Wat gaat dit worden? Nog iets blauws erbovenop met sterretjes. Wat? Oh, nu heb je een stukje taart. Een stukje taart. Ja, een commercial is dit en dit is het echt. Die commercial ziet er zoveel beter uit. Maar laten we even heel eerlijk zijn. Zo zouden we hem toch ook in het echt kunnen maken. Gewoon meer slagroom gebruiken en dat soort dingen. Wat gaat dit worden? We hebben groene foam. Daar steekt ze tandenstokertjes in. Oké. Ik ben heel benieuwd wat dit gaat worden. En dan nu frietjes erop. Of patatjes, wat jij wilt, weet je, maakt mij ook niet uit. Ik zeg frietjes, frietjes erop. Oké, wat gaat dit worden? Ik ben zwaar benieuwd wat dit gaat worden. Oh nee, nooit. Ah, dan blijven ze allemaal mooi staan. Nooit. Ah, en dat, ja, in het echt staan ze niet zo mooi. Nee, in het echt staan ze zoals rechts. Ah, oké, dus dat is eigenlijk gewoon, het zit niet eens vol. Dat ding zit niet eens vol. Het zijn gewoon frietjes op een tandenstoker. We worden echt, dit is zo'n illusie, zeg maar. Droog ijs wordt toegevoegd. En daarover wordt heet water gegooid. Oké, en dan begint dat natuurlijk helemaal zo te roken. Zoals je nu ziet. En dat zorgt ervoor dat het eten dus een soort van rook afgeeft. Waardoor je het gevoel hebt dat het eten warm is. Maar het is eigenlijk gewoon het droge ijs achter dit eten, ja. Ja, ik krijg hier ondertussen trouwens ook echt enorme honger. Jeetje, mijn maag begint te knorren. Die denkt, Mick, wat is dit allemaal? Lekker eten. Maar dat eten is dus niet daadwerkelijk warm. Maar dat is gewoon de droge ijs erachter. Wat? Oké, we krijgen hier een glas met een aspirientje erin. En daarna de frisdrank. En de, wat is dit? Oh, daardoor borrelt het super. Ja, daardoor krijg je superveel van die bubbeltjes. Terwijl het echt veel minder is. Het is eigenlijk gewoon, het is dus in werkelijkheid niet de frisdrank. Maar gewoon het aspirientje dat aan het oplossen is. Wat? Dat is, eigenlijk ook wel weer logisch. Gewoon echt, dit zijn allemaal van die trucjes dus. Hoe ze in commercials ons eten er veel lekkerder uit laten zien. Ze stoppen dus gewoon, ja, lijm erin. Aspirientjes, tandenstokers, noem maar op, scheerschuim. En laten ons dus geloven dat het bijvoorbeeld, ja, kaas is of slagroom. Dingen die wij lekker vinden. Ja, dus als je de volgende keer afvraagt van, hey, waarom ziet mijn hamburger er niet uit zoals op een plaatje? Nou, dan weet je nu dus waarom. En ik denk ook niet dat je die hamburger van dat plaatje daadwerkelijk zou willen. Want dan heb je 7 tandenstokers in je mond. Ja, dit waren dus commercials versus het echte eten. En ik vond het echt wel heel bizar om te zien. Wil je nou dat ik hier een deel 2 van ga maken? Zet dan even in de reacties hier beneden het woord commercial. Het woord hamburger. Doe maar het woord hamburger in de reacties als je wilt dat ik hier een deel 2 van maak. En doe ook even een duimpje omhoog als je dit trouwens een leuke video vond. En ik heb ook gehoord dat één iemand die deze video kijkt nog niet geabonneerd is. Dus hey, jij daar, abonneer even. Wil je trouwens meer commercials versus het echte leven zien? Klik dan snel op deze video. Ja, ik heb al een keer zo'n video gemaakt als dit. Dus hey, als je er meer wilt zien, klik dan op deze video. En dan zeg ik, Mick out.